Ja, kleien. Ik ben dol op kleien. Een stukje art voor aan de muur met klei, maar dan doen alsof het stof is. Ziet het eruit als stof? Dit is wel vet, toch? Nice. Speciaal voor cracks. Krak. Hierbij kon je echt zien dat er een professional aan het werk was. Dit is precies hoe ik het in mijn hoofd had. Motherfuckers wanna get famous. Bust guns to get dangerous. Graduated from Cambridge, yeah. Money talks and even een momentje stilte voor de ASMR. Ja, het regent pijpenstelen buiten. Heerlijk. Een heerlijk tropisch regenbuitje. Wil ik net beginnen met filmen, gaat het regenen. Dat heb je soms zo. Ik moet zeggen dat als het zo'n beetje zo donker weer is. Het lijkt wel avond al inmiddels. Maar die is niet hoor. Maar als het zo donker weer is, dan heb ik helemaal zin om lekker binnen lekker te freubelen. Dus dit is helemaal mijn moment. Gaan we ook nog iets doen waar ik echt ziek veel zin in heb. Want zoals jullie weten ben ik echt... Ja, ik wil bijna zeggen, ik heb een nieuwe hobby ontwikkeld. Ja, kleien. Ik ben dol op kleien. Ik heb vorige keer natuurlijk zalig die banaan zitten kleien. En wat ik leuk vind om te ontdekken is dat jullie eigenlijk ook helemaal into het kleien zijn. Ik kreeg allemaal prachtige bananen via mijn DM doorgestuurd. Vandaag dacht ik om iets te kleien voor aan mijn muur. En daarvoor heb ik een zeer spectaculair plan in petto. Namelijk mijn twee passies met elkaar combineren. Mijn ene passie is dus kleien. Maar mijn andere passie is natuurlijk fashion maken. Met stof bezig zijn. En daarom lijkt het me leuk om vandaag een stukje art te maken voor aan de muur. Met klei. Maar dan doen alsof het stof is. Snap je nog wat ik bedoel? Ik dacht een soort van, ja, hoe zou ik dat noemen. Een soort fabric art. Voor de art van vandaag hebben we niet eens heel veel nodig. Ik ben vanochtend even naar de winkel gefietst, naar de Acetion en heb daar mijn favoklei gekocht. De Deco Molding Clay. Home Deco. Dit is echt mijn favoklei. Dit droogt namelijk gewoon in de lucht en dit barst dan ook niet. Dus dit is echt top, denk ik. Hoop ik. Daarnaast heb ik ook even een canvasje, want ik zei het wordt art voor aan de muur. Dus ik ga kleien op dit canvasje. Het lijkt me super tof om te proberen of ik vanuit klei een soort van draperie, drapage, is dat een woord? Een soort draperende stof kan maken. Ik weet niet of ik het helemaal goed kan uitleggen. Maar ik denk dat ik gewoon lekker snel ga beginnen. En dat jullie dan vanzelf wel doorhebben wat ik er nou uiteindelijk mee bedoel. Ik heb het helemaal in mijn hoofd. Nu nog proberen of ik het ook uit mijn handen krijg. Ik heb alvast even wat tools erbij gepakt. Ik heb namelijk een zeer professionele roller. De thermosfles. En ik heb even een bakje met water. Zodat ik de klei tussendoor lekker een beetje nat en glibberig kan maken. Dan ga ik beginnen met het eerste stuk klei. En ik denk dat ik die gewoon helemaal uit ga rollen tot één grote lap stof. Ik zou er gewoon een hap van willen nemen. Zo. Oh, dat lijkt me zo lekker. Ik ga het niet doen hoor. Oh, dit is best wel stevig. Nee, ik ben bang dat dit niet gaat lukken. Misschien moet ik hem even doorsnijden. Ik dacht, als ik hier nou even dunne plakjes van maak en die dan verder uitrol, dan krijg ik hem makkelijker plat misschien. Hier, plakje. Nog een plakje. En nog een plakje. Ja. Even kijken hoe dit dan werkt. Maar misschien moet ik het toch. Anders kneedt het niet zo goed. Daar gaan we soort zorgvuldige plakken. Nieuw plan. Je moet toch de klei eerst even een beetje warm kneden. Zodat het een beetje soepel wordt. Misschien ook een beetje water erbij. Flop. Oh ja. Oeh, lekker. Oh, dit is ook weer ASMR. Heerlijk. Dit vind ik het leukste eigenlijk van kleien. Gewoon. Oh. Mijn art. Nu ik het uren heb zitten kneden. Kijken of ik het nu beter kan rollen. Je hebt een hele grote platte pannenkoek. Ik ben heel benieuwd of dit al iets kan worden. Ik wikkel het even om mijn arm. Oeh, het is wel zwaar. Lijkt alsof ik een soort plak fondant heb. Ik denk dat het nog steeds te dik is. Dit is het een beetje. Hier, dit wordt wel vet. Dit is wel zeg maar wat ik doe. Ik zit ongeveer op de goede weg. Maar hij is nog niet dun genoeg, denk ik. Dus ik moet toch nog even doorrollen. Oké, poging 2. Het lijkt echt op een stuk olifantenhuid. Misschien als ik hem op laat vallen. Dit begint wel echt ergens op te lijken. Ik denk gewoon niet dat ik hem in één keer helemaal kan maken. Maar kijk, hier kan ik dan straks nog weer een stuk aankleien, denk ik. Dit is toch vet? Ziet het eruit als stof? Ja, best wel, toch? Kijk, dit bedoel ik dus. Ik mis natuurlijk nu nog hieronder wat stukken. Dus ik ga even kijken of ik dat uit losse delen nog kan boetseren. Ik heb hier mijn pannenkoek. Oh, nee. Even kijken, hoor. Kijk, ik heb expres hier dit gemaakt. Zo. Dit is wel vet, toch?
Nice. I think this is it. Nu heb ik natuurlijk alleen nog hele stukken hier open aan de zijkant. Dus ik ga er even wat klei tegenaan smeren. Zodat dat in ieder geval wel mooi is afgewerkt. Ik heb de randjes helemaal afgewerkt. Mijn doek ziet er nu zo uit. Het is best wel zwaar geworden natuurlijk door alle klei. Maar this is it. De vorm zit al helemaal goed in het schilderij. Het enige wat ik nu eigenlijk alleen nog wil doen is hem wat smoeser maken. En dat ga ik even doen met een kwastie en een beetje water. En dan ga ik er gewoon zo heerlijk overheen met mijn kwast. En dan hoop ik dat ik hem nog wat gladder kan maken. Dat ik een beetje de rimpeltjes uit de klei kan halen. Zodat het niet een olifantenhuidje meer is, maar gewoon mooie gladde stof. Nu mijn klei helemaal lekker is uitgesmoesd en in de goede vorm zit, is het tijd om hem te laten drogen. En ik denk dat deze klei sowieso wel 24 uur nodig heeft om echt te drogen. En als hij dan helemaal droog is, dan wil ik hem nog een leuk kleurtje geven. Want dit grijs is natuurlijk helemaal niet gezellig. Ik zal het even moeten afwachten, maar ik kom weer bij jullie terug op het moment dat hij droog is. Hey, hallo, daar was ik weer. Mijn kleiwerk is droog. En it's amazing. Oh, hij is best zwaar geworden. Hij is wel een klein beetje gescheurd her en der. En dat was natuurlijk niet helemaal volgens plan. Maar gelukkig heb ik daar een hele handige oplossing voor. Ik heb hier namelijk super acryl. En dat is speciaal voor cracks. En dit is topspul, want het is direct overschilderbaar. Dus voordat ik hem ga schilderen, ga ik even mijn scheurtjes opvullen. Als het goed is, werkt dit super simpel. Ik doe gewoon een heel klein beetje acryl, een drupje. En dan vul ik dat even met mijn vinger, drijf ik daar gewoon overheen. Dat het mooi die crack opvult. Je hebt helemaal niet veel nodig. Ik doe echt een mini drupje. Hier ook een klein beetje. Een gaatje. Nou, dit werkt fantastisch. En nog wat cracks aan de zijkant. Volgens mij droogt dit spul inderdaad ook echt heel snel. Nou, perfect. Helemaal opgevuld. Nu ik de scheurtjes heb opgevuld, moet ik de acryl heel eventjes laten drogen. En dan kan ik hem eigenlijk al gelijk een kleurtje geven. Maar wat voor kleurtje zou ik doen? Ik heb blauw gevonden. Ik denk dat ik voor blauw ga. Ja, of geel. Ik heb ook geel. Of lila. Ook wel vet. Maar is lila helemaal voor het interieur? Bananengeel? Nee, ik denk toch dat ik voor blauw ga. Ja, het wordt blauw. Ja. Oh, het regent weer. Kak. Kak. Kak, hoe lang regent het nog? Oh, kak. Dikke pieken, joh. Godsknetter. En nu kan ik niet door. Ik wil mijn art af. Nou, ik kom zo weer even bij je terug als het weer droog is. Yes, het is droog. Kom mee, snel. Voordat het weer te laat is. Oeh, niet lang, denk ik. Moet opschieten. Kak. Ik had hem niet aan. Hierbij kon je echt zien dat er een professional aan het werk was. Het satisfying stukje van het spuiten staat er helaas niet op, want ik had mijn camera niet aan. Maar het is blauw. Oeh, vet blauw. Dit is echt een super vet kleur. Ik moet zeggen, hij is dus nu nog kletsnat. Maar hij glimt heel fashionable. En dan lijkt het bijna latex. Dus ik denk dat ik hem straks ook nog ga lakken. Want ik vind dat er eigenlijk wel echt heel lekker uitzien. Die shiny shiny. Verder is het spuiten heel goed gegaan. Fijn ook dat jullie het allemaal hebben kunnen zien. Oh, kak, het zit ook op mijn ringen. Nou, ik ga even mijn handen wassen. Daar is hij hoor. Zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1. Rapapa. Oh my god, ja. Dit is precies hoe ik het in mijn hoofd had. Kijk nou hoe vet. Ik heb hem nog even gespoten met blanke lak, zodat hij echt lekker shiny is. Als ik hier een afbeelding van blauwe latex naast plaats, dan is het almost the same. Ik vind dit toch echt wel weer een stukje art. Ik moet hem nog even een mooi plaatje geven voor in huis. Ik weet nog niet precies waar ik hem ga ophangen, maar hij krijgt zeker wel een mooi plekje in huis. Ik ben er wel echt heel erg blij mee. Ik vond dit in ieder geval weer een hoogtepuntje. Als jullie dit nou ook heel erg leuk vonden, zorg dan even dat je deze video liked. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren. En volgende week ben ik er gewoon weer.